Wat gaat er gebeuren? Het is nu echt nat. Daar is Verstappen, daar is Verstappen. Ja, die gaat ook naar intermediates. Nee, die zat achter me en nu zit hij voor me. Ja, hallo, welkom allemaal, dames en heren. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Niels Langeveld en ik ga jullie meenemen op mijn simulator. En ik doe dat op een Fanatec Clubsport Wheel. Werkt fantastisch, mooi en goed. Trilt alles erop en eraan voor feedback. Wat ga ik doen? Ik ga met jullie rijden de Grand Prix van Brazilië. De eerstvolgende op de kalender van de Formule 1. De ene laatste ook van het seizoen. Lewis Hamilton, die natuurlijk wereldkampioen is. Brazilië, al 40 jaar op de kalender. Het staat bekend om zijn wisselende weersomstandigheden. Ik ga met jullie rijden met Lewis Hamilton. Lekker veel topsnelheid. De Mercedes is erg goed daar. Brazilië, daar komt hij. Ik kan allerlei dingen instellen. Ik kies eventjes voor een makkelijke structuur van het weekend. Eén vrije training van 45 minuten. Wel de volledige kwalificatie om goed die baan te leren kennen. Goed de auto onder controle te krijgen. Maar ook bij de vrije training wil ik natuurlijk al het een en ander gaan proberen aan de setup. Race distance 25%. Het rijdersniveau zet ik op 95-100 afhankelijk van het circuit. Dit is de eerste keer dat ik op Brazilië rijd, dus vandaar dat ik gewoon eventjes het niveau op 95% zet. Ik heb eigenlijk alles uitstaan als je naar de assists gaat kijken in de game. Alleen traction control staat bij mij op medium. Verder dus alle hulpsystemen uitgezet. Goed, daar gaan we. Ah, droog. Dat is lekker. Ik ben wel benieuwd ook hoe dat natuurlijk zal zijn tijdens de race. De vrije trainingen zegt hij dus dat het droog blijft. Kwalificatie. Na 45 minuten regen. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat we Q3 nat hebben. En in de race ook na 20 minuutjes een beetje regen. Nou, dat belooft weer wat te worden. In ieder geval heel spannend. De vrije training die ging redelijk goed. P2 uiteindelijk. Dus ik denk dat we er klaar voor zijn om een goed resultaat neer te zetten tijdens die kwalificatie. Ik ga dat doen op de, ik ga dat doen op de supersoftband. Daar ga ik Q1 mee rijden. Ik verwacht dat het geen probleem moet zijn om in die Q2 terecht te komen. Ze verwachten een klein beetje regen later in de quali. Dus nu snel naar buiten. Maar die regen die zou pas komen eventueel in Q3. Maar je weet het nooit. Zeker hier niet in Brazilië. Want als we naar buiten rijden en we kijken omhoog, dan zie ik wel wat blauwe lucht voornamelijk om me heen. Dus ja, ik heb geen idee. We gaan het zien. Q1 is onderweg met Lewis Hamilton op de supersoft. Verwacht ik zonder problemen in die Q2 terecht te komen. Ik ga voor een enkele run. Dat betekent gewoon één snelle rondetijd proberen neer te zetten. En zorgen dat je dus bij die eerste 15 zit. Daar komen we. En deze eerste run is goed voor een tijd van 1.96. En dat betekent de snelste rondetijd tot nu toe. En het regent aan het einde van die eerste training. Na Q1 regent het dus. Dan gaan we naar Q2. En dat betekent snel naar buiten. Het ligt eraan hoe die baan erbij ligt. Ik ga gewoon op sliks naar buiten kijken of ik daar nog een snelle rondtijd voor weet neer te zetten. Oei, 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 licht regenval. Snel naar buiten, een tijd neerzetten. Kijken of die goed genoeg is. Wow. Het is gelijk aardig glad hoor. Ik denk dat het te glad is zelfs. Ik zie nog geen spray. Ik kan moeilijk inschatten hoe nat het nou daadwerkelijk is. Q2 onderweg op de slickband. Super soft. En het begint te regenen. Ricciardo zet snelste tijd hier. Dat ga ik niet redden. Maar wat zal mijn tijd zijn? P2. Iedereen rijdt nog op de supersoft. Wow. En een spin. Vettel, P4. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. DRS disabled. Het is nu echt te nat. En het is alle kanten op glijden. Dus die P3, kan ik jou vertellen, die ik nu rij in Q2, die gaat niet meer verbroken worden.
Daar ben ik van overtuigd. Not sure whether dries or inters are faster. We're right on the crossover. Ja, zoals je hoort, precies op een kruising tussen nat of droog. Wat gaat er gebeuren in Q3? In het nat, twee runs proberen te rijden. Op, nee joh, ik rijd niet eens. Het is zo nat. Ik rijd gewoon op de wet. Full wet, dat is echt nat. Hoe zal dit zijn? Kijk dan hoe hard het regent. Ik heb nog nooit in de volle regen gereden. Het zal glibberen zijn dus. Ik zal verschrikkelijk voorzichtig moeten zijn met het gas. Maar niet alleen met het gas, maar ook met het sturen. Gaat het lukken om die pole position te pakken met Lewis Hamilton in de regen? Snelheid meenemen, het rechte stuk op. Brandstofverbruik op maximaal voor mijn flying lap. In de regen, hier, Brazilië, Q3, daar gaan we. Ondanks wat foutjes, Daniel Ricciardo 1.21 en daar komt Niels Langeveld. Ja, ja. Verbeteren wel, maar ga ik hier P2. Vooral de laatste sector en de eerste sector waar ik het verlies, daar moet ik wat zien te verbeteren. Het wordt minder nat. We gaan kijken of we het op de intermediates beter kunnen doen. Intermediates zou beter moeten zijn. Het zal niet genoeg zijn, denk ik, voor de P1. Komt hij dan? Ja of nee? Jawel! That's the fastest lap so far. Well done. We hebben nog een rondje. 4-10 onder de tijd. Iedereen op de baan nu. Focus. Kan ik mijn rondetijd verbeteren? Max Verstappen nu, snelste tijd. Seconde onder mijn tijd nu. Dit zal hem dan worden. Ik sta momenteel zesde. Laatste ronde, gaat het me lukken om pole position te pakken. Brazilië 2018. Start finish nu 1,2 eronder. Is het gelukt? Tweede, nee! Tweede. Man, wat een spannende quali. De intermediates waren het beste op het laatste moment van de quali. En ik zit erachter 0,1 seconde achter Räikkönen. Oh, wat een spanning. Oei, oei, oei. Ja, beter dan Bottas. Die is niet eens door Q2 gekomen. Verstappen vierde. Ricciardo derde. Ik tweede. Räikkönen 1. Op 1,5 tiende. Dat heb ik verloren. Die hairpin naar rechts. Daar schoot ik iets van de lijn af. Zonde. Op naar de race. Ik ben benieuwd wat die gaat brengen. 4,3 kilometer. 15 bochten. 9 naar links en 6 naar rechts. Een van de weinige circuits die linksom loopt. Prachtige baan. Echt een historische race. Waar heel veel in het verleden gebeurd is. Grote namen. Veel Brazilianen. Dit jaar geen Brazilianen op de grid bij de Formule 1 helaas. Laten we eens gaan kijken. We gaan de strategie bepalen voor race 1. En dat gaan we natuurlijk doen. Met de supersoft gaan we starten en dan doen we een lange run met de soft. Ik denk dat dat het meest logische is. Een stop na rondje of 7 lijkt me ook logisch. Ik ga daar niet eigenwijs in zijn. Ik pak gewoon de strategie die mijn engineer mij doet aanbevelen. Gaan we. F1 2018. De lampen gaan op rood. Lichten gaan aan. Lukt het mij om een goede start hier te pakken op Brazilië? Geen goede start. Helemaal geen goede start. Daar komt Verstappen aan de rechterkant. Ik behoud mijn positie wel. Dat is lekker. Nu proberen Räikkönen te pakken in die eerste fase van de wedstrijd. Dat zou mooi zijn. Dit zou mijn sterke sector moeten zijn. Beginnen is veelbelovend in ieder geval. Eerste ronde erop zitten. Tweede plek vast weten te houden. Klein gaatje op Verstappen. Het zal een race worden. Een tactische race. Een strategische race. Netjes rijden. Räikkönen nog steeds in het zicht. Loopt ietsjes in de tweede sector, zo lijkt het. Snelste tijd ook in de tweede sector. Maar hier, die derde sector.
daar heb ik het toch nog niet helemaal hoor. Kijk, dit is wel een gat die daar weer pakt. Rijko de snelste tijd. Dat is toch wat sneller. Volgens mij Rijko dan mij kon dat niet helemaal zien. Hij loopt gewoon ietsjes weg. Ik ben niet bij macht om Rijko aan te pakken. Rijko loopt nog steeds weg. Ik loop wel wat weg bij Verstappen. Zou dat zijn als het mij lukt om deze wedstrijd alsnog naar mijn hand te zetten. Ferrari sterk hier. Oh, wat is dat nou? Wat is dat nou? Regen onderweg tijdens de grote prijs van Brazilië. Zou wat zijn als dat gaat gebeuren? Krijgen we regen, dan kan dat de hele race overhoop gooien. Rijko en ik verliezen langzaam uit het zicht. Als ik harder zou kunnen rijden, geloof me, zou ik dat echt doen. Hij waarschuwt me dat ik niet zo lang in dit brandstofverbruik moet blijven rijden, anders gaan we de race niet uitrijden. Ik moet dus overschakelen naar minder brandstofverbruik. Het beste begint er nou ook wel af te raken van die bandjes hoor. 1 seconde zit ik achter mijn tijd. Ik heb het idee dat ik toch iets meer van mijn banden vraag dan de auto's voor mij. En dat Verstappen nu hard dichterbij komt, dat gevoel heb ik ook. Hier, 2,7 seconden zit Verstappen nu achter mij. Dat betekent dat hij hard inloopt. Nog deze ronde toch weer even het hoge brandstofverbruik erin gooien. Toch even net even dat meer vermogen bij mijn e-lap. Deze ronde mag ik pitstop gaan maken. Ja, en dit is lachen. Want het begint nu ook te regenen. Ja, dus wat moet je nu gaan doen? Wat is nu wijsheid? Moet ik door blijven rijden en dan misschien wel voor de intermediates gaan of nu pitstop maken? Andere softbanden eronder. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Nou, ik ga door blijven rijden. Ik ga een gokje wagen. Ik ga gewoon kijken of het harder gaat regenen. En als het echt harder gaat regenen, kan ik gelijk naar die intermediate band. En ik verwacht dat iedereen dat wel doet. Het is steeds wat meer druppeltjes, steeds wat harder te regenen. I know these conditions are tough, but bear with it. I don't think the track is ready for intermediates yet. Nee, mijn engineer die aangeeft van het is nog niet nat genoeg voor de intermediates. Dus om te voorkomen dat ik 2 keer moet stoppen, rijd ik gewoon door om te kijken wat er met de regen gebeurt. Maar het kan wel betekenen dat Verstappen hard op mij in gaat lopen. Ja, ik ga nu naar binnen. Ik ga gewoon de intermediates de ronde gooien. En hopen dat het heel hard gaat regenen nu. Verstappen die heel dichtbij komt. Ja, bandjes zijn wel echt op. Daar komt Verstappen al. Die rijdt ook op die supersoft. Vraag ik toch te veel van die band. Het begint ook echt glad te worden. Okay, we can take you this lap. Ja, we gaan naar binnen. Ik ga de intermediates eronder schroeven en hopen dat ik daar een voordeel bij pak. Nu naar binnen en misschien dat er wel meerdere zijn die dat gaan doen. Go, go now. Dan gaan we op die intermediates onderweg. En het blijft regenen. Het regent nog steeds, maar gaat het doorregenen? Dat is de grote vraag. Is dit de juiste keuze geweest? De intermediates eronder. Ik kom terug op. Wij ook om. Hier gaan we het eigenlijk al zien wat er sneller is. Ah, die houdt me wel lekker op hoor, die Ocon. Daar wil ik hem alvast voor bedanken. Kom op man. Met veel sneller. Ja, ik ken er gewoon niet langs. Nu dan. Haha. Mazzel Ocon. Dat is 1. Hop. Wat gebeurt er met die baan? Hoe nat is die? Hoe nat wordt die? En zijn de intermediates de goede keuze geweest? Wat gaat de rest doen? Die rijdt nog door. Ja, DRS disabled. Dat betekent dat het te nat is. En dat zou kunnen betekenen dat ik daar voordeel bij ga krijgen. Kijk, daar rijdt PRS en kijk eens wat een verschil. Een echte Braziliaanse Grand Prix is dit. En het zou toch wat zijn als ik hem win? Wanneer gaat Räikkönen naar binnen? Hetzelfde moment als Ocon, dezelfde actie aan de binnenkant. Daar komt Magnussen aan, dat wordt ook kat in het bakkie. Teamgenoot is in de pit, dat is Bottas, die lag al ver achter. En ook Magnussen gaat eraan, iedereen is binnen.
Ook de Ferraris. Daar is Verstappen, daar is Verstappen. Ja, die gaat ook naar Intermediates. Nee, die zat achter me en nu zit hij voor me. Zal toch niet? Mark zit hem ernaast. Ja. Verstappen. Bij het uitkomen van de pitstraat pak ik hem. Gewoon ernaast gezet. Okay, at the current pace and fuel settings, we won't have enough fuel for the end of the race. Consider lowering the fuel mix. Räikkönen, ja, die heeft ook gewisseld naar de intermediates. Ik lig nu P3. Wie ligt er dan P1 op dit moment? Dat is Ricciardo, die is nu in de pitstraat. Die gaat nu ook weer naar buiten. Die heb ik in ieder geval te pakken. 7 seconden. Dat wordt lastig, denk ik. Geen verkeerde Grand Prix, hoor. Het gaat op zich heel aardig. Kan ik Räikkönen nog inhalen? Gaat het lukken om die wedstrijd naar me toe te halen? Nee. 9,1 seconden. Dat ga ik niet meer dichtrijden. Dat is duidelijk. The gap to the car behind is 1,8 seconds. 1,8 seconden nog maar. Dat betekent dat ik nog moet gaan oppassen voor die Marks. Toch wel even in de bespaarmodus op mijn brandstof. Om die laatste paar rondes vol te maken. Dat kan je zien. Hier, hij staat op lean. En ik zit nu weer op schema. Als hij groen is, zit je goed. Als hij rood is, niet. Verstappen houdt een klein haartje op. Nog 3 rondjes. Komt Verstappen. Daar is Verstappen. Nou, banden zijn ook niet meer wat het moet zijn. Ja, die hebben hun natuurlijk iets beter. Ik reed onder iets drogere omstandigheden nog op de intermediate. Dan hebben ze veel meer slijtage. Nog 2 rondjes te gaan. Lewis Hamilton, de kerstverse wereldkampioen. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Blijft glad, blijft lichtjes regenen. Daar is Verstappen. Laatste ronde van de wedstrijd. Gaat het mij lukken? Dit zou in principe gewoon moeten lukken zonder al te veel problemen. Daar is Verstappen. Verstappen nu heel dichtbij. Laatste ronde, half rondje nog. Geen gekke dingen doen. De grip is matig, hoor, bij de auto. Ja, gelukt. P2 voor Hamilton. Niet verkeerd, ondanks alles. Wow. Ferrari gewonnen. En een P2 hier in Brazilië. Tactiek leek uiteindelijk genoeg te zijn. Jammer genoeg dat ik niet Räikkönen kon pakken. Ik denk dat ik een rondje te vroeg naar binnen ben gegaan. Dat is jammer. Maar het was spannend. Het was heel erg spannend. Ja, vet. Die regen, die overgang, dat het steeds natter wordt, steeds droger, dan weer nat. De quali was natuurlijk al waanzinnig spannend. Maar mooi dat ik een mooie P2 heb weten te behalen. Ja, echt een hele, hele vette game dit. En als je zo'n simulator thuis hebt staan, koop dan F1 2018. Absoluut. De Grand Prix van Brazilië. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan alsjeblieft even een blauw duimpje. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor de volgende video.